Wil je ook graag op café jouw vrienden de loef afsteken en hun de best mogelijke voorspelling geven voor het WK wielrennen of de Ronde van Vlaanderen? Dan heb ik voor jou de ultieme tip. Kijk nu mee naar dit college. Hoe kan je de winnaar van de koers voorspellen? Vanuit de Art Cube in Gent. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik ga beginnen met een bekentenis. Ik ben een enorme koersliefhebber. Voor mij zijn wedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix eigenlijk de echte hoogdagen van het jaar. En die hoogdagen die beginnen niet op de dag zelf, maar die beginnen eigenlijk voor mij toch al weken van op voorhand. Want weken op voorhand begin ik met mijn vrienden de koers te bediscussiëren. Dan zijn we telkens bezig over welke renner een ongelooflijk goede indruk naliet op een bepaalde helling. Of kunnen we eindeloos discussiëren of renner A dan wel goed of slecht tegen warm of koud weer kan. En we doen dat allemaal om eigenlijk in die end de koers te kunnen gaan voorspellen. Want tegen dat die echte grote klassiekers er dan aankomen, dan stromen mijn WhatsApp-groepjes heel vaak vol met allemaal voorspellingen van mijn vrienden. Zijn er nog mensen die even wielergek zijn als ik en heel vaak over de koers ook praten? Daar toch nog een paar mensen. Fantastisch. Ik wil heel graag samen met jullie vanavond een nieuw WhatsApp-groepje maken anders. Maar is het tegelijkertijd ook tijd voor mijn tweede bekentenis? Hoezeer ik het ook leuk vind, ik ben ongelooflijk slecht in het maken van die voorspellingen. De winnaar voorspellen, dat lukt mij nog van tijd tot tijd, maar vraag mij zeker niet om verder te gaan en die top 5 te gaan voorspellen. Terwijl mijn vrienden die komen steeds weer af met een of andere renner die het goed gedaan heeft in het veldritseizoen of ergens in een kleine koers in Italië en daarom de revelatie zal zijn van het nieuwe seizoen. En het ergste is, ze hebben meestal nog gelijk ook. En op zich is dat vreemd, want ze kijken naar dezelfde wedstrijden, ze lezen dezelfde websites, wij luisteren naar dezelfde podcasts en toch slagen die erin om betere verbanden te leggen dan ik erin slaag om verbanden te leggen in die koers te voorspellen. Had ik zoiets van, goed, ik ben daar duidelijk niet goed in. Ik heb iets nodig. En voor mij is dan de hulp altijd de computer. Dus kan ik een computer leren om de koers te gaan begrijpen? Is dat überhaupt mogelijk? Het is zo. Koers is eigenlijk een sport waar er bijzonder veel gegevens in beschikbaar zijn. En als we een computer willen laten een koers begrijpen, dan hebben we gegevens nodig. En in die zin is er heel veel veranderd in de laatste jaren. In 1986 won Adrie van der Poel de Ronde van Vlaanderen in een sprint tegen de Ier Sean Kelly. 34 jaar later, in 2020, won Mathieu van der Poel, zijn zoon, ook de Ronde van Vlaanderen, weer in een sprint, maar nu tegen Wout van Aert. En als je die twee beelden met elkaar gaat vergelijken, dan lijkt er niet zo heel veel verschil te zijn. Oké, de beeldkwaliteit is toch wel een groot verschil. De fietsen zien er gelukkig ook wat hipper uit. Maar op zich is Ronde van Vlaanderen nog altijd een wedstrijd waar je hard moet kunnen trappen. En blijkbaar kun je nog altijd die Ronde van Vlaanderen winnen, puur gewoon in de sprint. Maar toch is er bijzonder veel veranderd. Want toen papa van der Poel in 86 die Ronde van Vlaanderen won, dan reed hij eigenlijk volledig blind. Hij had zelfs geen fietscomputer op zijn stuur die hem zei hoe snel hij aan het rijden was. Terwijl de dag van vandaag hebben alle renners in het peloton een fietscomputer en die geeft niet alleen aan hoe snel we aan het rijden zijn, maar die meet ook de hartslag, die meet de locatie, die meet ook het vermogen, dus de kracht dat er op pedalen wordt getrapt. En dat wordt elke seconde van de rit bepaald en opgeslaan. En het beeld dat we dus ook heel vaak zien in het peloton is als een renner over die schreef gaat, over die meet gaat, is dat hij onmiddellijk die fietscomputer afzet om zeker alle gegevens te kunnen bewaren. En ook andere renners zijn heel hard gekend om eigenlijk echt te gaan focussen continu op die fietscomputer en pas op basis van die waarheid van die fietscomputer hun aanval te gaan bepalen. Apps zoals Strava
zorgen er ook voor dat we dat op heel grote schaal gaan doen. We hebben dus eigenlijk heel veel gegevens de dag van vandaag. Telkens als wij een rit gaan doen, dan zijn er per seconde 4, 5 sensorwaardes die we allemaal gaan genereren. Allemaal waardes die we kunnen gebruiken om een koersverloop te gaan voorspellen. En dankzij zoiets als Strava doen we dat echt 10.000 keren per dag. Dus 10.000 ritten per dag worden allemaal op grote schaal opgeslagen. En dat is eigenlijk te veel data om dat allemaal nog manueel te gaan bekijken. We hebben dus wel een computer nodig om dat te analyseren. Maar kan je nu een computer gebruiken om de koers te leren begrijpen? Wel, dat is exact wat we geprobeerd hebben met Wie wint de koers? Dat is een website die we begin 2021 hebben gelanceerd en die elke week de top 5 van wielerwedstrijden voorspelt, maar in de nabije toekomst, voor de volgende weken. Die Wie wint de koers-website gaat ook telkens zijn mening gaan bijstellen als er nieuwe koersresultaten binnenkomen. Maar hoe ga je nu van een domme computer naar een slimme koerskenner? Wel, hiervoor heb je data nodig, gegevens nodig. En een technologie die artificiële intelligentie heet. Aan Wie wint de koers, aan dat artificieel intelligente systeem, gaven we 30 jaar aan wielergeschiedenis. 30 jaar aan koersresultaten, alle resultaten van alle renners over de laatste 30 jaar, gecombineerd met hun leeftijd en dan ook nog eens gecombineerd met de punten die ze typisch tijdens elke rit verzameld hebben. En we vroegen aan het artificieel intelligente, het AI-systeem, om automatisch daar patronen in te gaan herkennen. Maar dat deed het AI-systeem niet zomaar, het deed dat in verschillende stappen. Maar het eerste wat zo'n koerssysteem zou moeten kunnen leren, is om de ongeschreven wielerwetten te gaan leren. We weten allemaal dat om die gele trui te gaan winnen in de Ronde van Frankrijk, dat je er niet per se moet goed over kasseien kunnen dokkeren. Maar dat is misschien wel heel belangrijk om Parijs-Roubaix te gaan winnen. Dat zijn de typische wielerwetten die we allemaal toch een beetje kennen. Wel, door die 30 jaar aan koersgeschiedenis te gaan geven aan het AI-systeem, leert hij zelf te gaan kijken welke wedstrijden belangrijk zijn om te gaan voorspellen om een toekomstige wedstrijd te gaan winnen. Dat zie je heel mooi op deze figuur hier, waar we eigenlijk voor de Ronde van Vlaanderen de belangrijkste vorige koersen, de belangrijkste voorspellers, gaan definiëren. En wat blijkt om goed te zijn in de Ronde van Vlaanderen, is het vooral belangrijk om goed te zijn in Omloop Nieuwsblad, E3-prijs Harelbeke. En hoe goed je presteert in pakweg Luik, Bastenaken-Luik of Ronde van Lombardije is veel minder belangrijk. Het is niet meteen wereldschokkend nieuws. Ik denk dat de meeste koersliefhebbers dat allemaal wel weten. Maar wat nu wel heel belangrijk is, is dat de computer dit zelf heeft geleerd. Wij hebben hem dus niks gezegd. We hebben hem enkel die data gegeven en hij heeft zelf ontdekt welke wedstrijden belangrijk zijn om die koers te gaan voorspellen. En eens hij die wielerwetmatigheden een beetje onder de knie heeft, is het tijd voor de tweede stap. Het gaan voorspellen wie nu echt die koers gaat winnen. En daarvoor geven we hem opnieuw die 30 jaar aan koersgeschiedenis, maar we vragen hem niet om te focussen op wedstrijden, maar nu om te focussen op de individuele renners. Want 30 jaar aan koersgeschiedenis, dat betekent ook 30 jaar aan individuele koersverhalen. Van een Tom Bonen die in 2002 in zijn eerste jaar prof plots derde wordt in Parijs-Roubaix, tot Peter Sagan die eigenlijk de laatste jaren heel veel wint, eigenlijk alles wint wat er maar te winnen valt. Al die individuele koersverhalen geven we aan dat AI-systeem. En we vragen om daar automatisch terug patronen te gaan uit herkennen. En gecombineerd met die vorige stap, waar we nu weten waarop jij exact moet gaan focussen, krijgen we plots een voorspellende kracht. Als we nu willen gaan kijken of hoe een nieuwe renner hoe dat die precies gaat presteren op een toekomstige rit, ja, dan kunnen we eigenlijk gaan kijken naar de prestaties van andere gelijkaardige renners in die 30 jaar aan koersgeschiedenis om een goede voorspelling te gaan maken. En dat is exact wat we gedaan hebben met Wie wint de koers. Om bijvoorbeeld te gaan voorspellen hoe Jasper Stuyven het zou doen in de Ronde van Vlaanderen van 2021, geven we alle vorige koersresultaten van Jasper Stuyven aan het AI-systeem. En automatisch gaat hij daar de juiste data gaan inzoeken.
Je gaat kijken naar de laatste jaren van Jasper Stuyven, zijn koersresultaten, om te gaan bepalen wat voor renner is Jasper Stuyven eigenlijk. Is het een sprinter? Is het iemand die beter presteert in de Vlaamse klassiekers? En tegelijkertijd gaat hij ook kijken naar de laatste weken van die koersresultaten om te gaan bepalen hoe fit is hij op dit moment. En dat betekent ook dat naarmate de wedstrijden vorderen, het wie wint de koerssysteem perfect zou kunnen zijn mening gaan bijsturen. En dat is ook zeker gebeurd in het geval van Jasper Stuyven in 2021. Initieel voorspelden we hem op de 12e plaats begin maart. Maar dankzij zijn overwinning in Milaan-San Remo sprong hij onmiddellijk naar voren naar een vierde plaats. Enkele weken later werd het uiteindelijk een vijfde plaats dat wij voorspelden. Hij werd in die end zelf vierde. Dus op zich ga je zo van een dom naar een slimme koerskenner. En met resultaat. Van de laatste vijf grote wedstrijden die we voorspeld hebben, hebben we telkens drie van de top vijf correct kunnen voorspellen. Ze toont zeker het potentieel aan van het gebruik van AI in dergelijke zaken. Maar tegelijkertijd is de koers ook te onvoorspelbaar om dat volledig perfect te kunnen gaan doen. En gelukkig maar. En er zijn ook veel beperkingen aan het systeem. Die wielerwetten, die wielermetmatigheden waar ik daar juist over sprak, ja, die veranderen ook van tijd tot tijd. Nu, op dit moment is het veel meer logischer dat jonge renners grote rondes gaan winnen. Wie wint de koers gaat daar veel minder mee kunnen rekening houden, omdat het juist rekening houdt met 30 jaar aan koersgeschiedenis. En tegelijkertijd, het coronajaar 2020 ja, was een nachtmerrie voor onze voorspellingen, want die wielerkalender werd plotseling volledig op zijn kop gezet. Maar al bij al toont het wel heel veel potentieel. Ik zie sommigen van jullie nu denken, ah, leuk, maar ook een beetje kritisch kijken van ja, wat ben je daar nu mee? Het is inderdaad leuk, ik kan nu uitpakken op café misschien en misschien kan ik beter gaan winnen met mijn vrienden. Maar voor een stukje blijft het inderdaad wat spielerij ook. Maar die technologie, die artificiële intelligentietechnologie, heeft bijzonder veel potentieel in heel veel andere aspecten van de koers. Vooral om die koers vooral veiliger en beter te gaan maken. En ik geef graag drie voorbeelden van hoe dit nu al wordt toegepast. Een eerste voorbeeld is werk van professor Steven Verstockt aan de Universiteit van Gent, die focust op de veiligheid van parcours. We hebben zeker allemaal al beelden gezien van ja, massasprints en vaak ook van valpartijen tijdens die massasprints. Het team van Steven focust op ja, wat is nu precies de reden dat zo'n valpartij gebeurt en wat kunnen we eraan doen. Heel vaak is de reden heel divers. Het is vaak de verschillende ronde punten, misschien een vernauwing in de weg, die ervoor zorgt dat het plotseling veel onveiliger wordt. Door alle aankomsten, honderden, duizenden aankomsten die er al geweest zijn in de laatste jaren, te gaan vergelijken met elkaar, kun je eigenlijk gaan detecteren wat nu belangrijk is in een veilige aankomst. Zo heb je hier een voorbeeld van een aankomst van de Ronde van Frankrijk, van vorig jaar, waar er verschillende ronde punten zijn en verschillende stijle of snelle korte bochten. Een extra veiligheidsrisico en dus een grotere kans op een valpartij. En dit lijkt misschien heel eenvoudig, maar in de praktijk is het veel complexer, want het heeft ook te maken met het weer op dat moment. Hoe zit de wind? Hoe zal het aanstormend peloton zich gedragen? Gaan we veel renners hebben of weinig renners? Is het een sprint bergop, een sprint bergaf? Heel veel verschillende parameters die allemaal van belang zijn, wat het moeilijk maakt om dit nog allemaal manueel te gaan bekijken. Dankzij dit werk kunnen we automatisch gaan de belangrijkste veiligheidsrisico's detecteren. En Steven en zijn team werken op dit moment samen met de Internationale Wielerunie UCI om de veiligheid van parcours in de toekomst te gaan verbeteren. Een tweede voorbeeld heeft te maken met hoe de wedstrijd zich precies ontvouwt en hoe dat getoond wordt aan ons allen. Die wedstrijdbeelden die we allemaal zien, hebben eigenlijk heel veel voordelen en heel veel impact voor ons, maar kunnen we ook echt gaan analyseren en gebruiken om een beter inzicht te krijgen hoe die wedstrijd precies zich aan het ontplooien is. Neem nu opnieuw het voorbeeld van een massasprint. Hoe het peloton eigenlijk die laatste meters aan het zetten is naar die eindsprint, kunnen we gaan visualiseren in zogenaamde sprintlijnen, wat je hier aan de rechterkant ziet. Aan de hand van beeldherkenning kunnen sprintlijnen gaan tekenen die tonen hoe eigenlijk de massasprint zich aan het ontvouwen is.
En net zoals de vorige keer waar we honderden video's gaan of honderden beelden gaan bekijken, gaan we hier ook honderden van die sprintlijnen gaan bekijken met elkaar en patronen gaan herkennen. En zo kun je bepaalde antwoorden geven op strategische vragen over massasprints. Wat is nu de beste strategie om die massasprint aan te pakken? In welke positie moet je zitten? En hoe lang moet je wachten als er zoveel tegenwind is om dan je ultieme jump te maken naar de eindmeet? Dat zijn allemaal vragen waar een AI-systeem een antwoord op kan bieden. En een derde en laatste voorbeeld heeft te maken met de prestaties van de renners zelf. Wie wint de koers heeft aangetoond dat we op zich al heel veel kunnen doen met publiek beschikbare data zoals koersresultaten die overal te vinden zijn. Maar de wielerploegen hebben natuurlijk nog veel meer data tot hun beschikking als al die renners trainingsritten en wedstrijdritten aan het uitvoeren zijn. Een typische professionele wielrenner zal zo'n 500.000 sensorwaardes per maand gaan genereren als een schat aan data om te gaan analyseren. Dat is exact wat mijn team op dit moment aan het doen is samen met Universiteit Leiden en Team Jumbo-Visma. Om niet gewoon te gaan bepalen wie zal de koers winnen, maar om te gaan bepalen hoe goed is een bepaalde renner en hoe moeten we daarop reageren in de toekomst. Dus telkens als die trainingsritten aan het uitvoeren zijn, proberen wij de fitheid van die renner te bepalen en willen wij in de toekomst gaan voorspellen welk trainingsschema moet aangepast worden om die renner nog beter te gaan maken. Kunnen we dus de winnaar van de koers voorspellen? Absoluut. En eigenlijk kunnen we veel meer, want de echte meerwaarde zit in de veiligheid en de prestatie van die koers en van die renners te gaan verbeteren. Maar tegelijkertijd heeft dat voorspellende karakter ook zijn beperkingen. Alles volledig gaan voorspellen gaan we nooit kunnen doen. En misschien gelukkig maar. En om het met een torenhoog cliché te zeggen, Parijs is nog ver. En de koers moet altijd nog gereden worden.